Yo beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over een nieuw product, namelijk de LumCube LED Panel Light. En ik hoor je al denken, wat als stads- en landschapsfotograaf moet je met zo'n panel? Dat ga ik je allemaal uitleggen in deze video. LumCube maakt al veel lange lichtproducten. Ze zijn vooral bekend geworden met de cubes, vandaar ook LumCube. Die cubes zijn zo klein dat je ze eigenlijk overal voor kunt gebruiken. Heel veel mensen gebruiken ze voor foodfotografie, heel veel mensen plakken ze op drones, vliegen daarmee in de lucht en doen een soort van light painting daarmee. Ze zijn nou ongeveer zo groot denk ik en overal voor toepasbaar. Maar ze hebben dus een nieuw product, namelijk deze LED Panel Light. Het is het eerste panel wat ze hebben gemaakt. Ik heb hem al een tijdje gebruikt, dus ik kan het geen unboxing noemen, maar ik ga wel even met jullie doornemen wat er precies in de box zelf zit. Uiteraard vinden we hier de panel in een heel mooi zacht zakje. Dit vind ik echt prachtig om te zien. Het is een soort suède-achtig spul. Ja, het is heel mooi. En ik denk dat het ook je product wel goed beschermt. Maar hier hebben we het panel zelf. Er zit al een diffuser op. Die kun je afhalen. Een diffuser wordt gebruikt om het licht meer te verspreiden in plaats van dat het allemaal hard rechtdoor op je gezicht komt bijvoorbeeld. Maar dit is het panel zelf. Die zien jullie dan ook voor het eerst. Dit zijn alle ledjes van het panel. Aan de achterkant zien we alle menuopties. Als we hem aanzetten zien we hier alle gegevens. Maar daar kom ik zo op terug. Dit zit ook in de doos. Een hot shoe voor degene die weet wat dat is. Deze kun je namelijk bovenop je camera zetten in de hot shoe mount. En uiteraard kan je dit panel op deze manier op je camera zetten. En zo kan het natuurlijk fungeren als continu licht op je model of wat je dan ook aan het doen bent. Maar dit is wel super handig, dan hoef je hem niet los vast te houden. Verder zien we hier nog een USB kabeltje. Daar kom ik later op terug, want dit is best wel een interessant dingetje. Niet het ding zelf, maar de optie. En hier hebben we nog de oplader. Om je panel natuurlijk op te laden. En nu ben ik nog een antwoord verschuldigd op waarom ik nou zo'n panel nodig zou hebben. Tegenwoordig maak ik natuurlijk heel veel video's ook binnen. En ja, zo'n licht is altijd handig. Je kan hem namelijk gebruiken als volledig licht. Op dit moment gebruik ik een ring light. Maar je kan natuurlijk ook ergens anders neerleggen zodat hij als accent licht gebruikt kan worden. Daarnaast vlog ik natuurlijk heel vaak tijdens zonsondergang of tijdens blue hour. En je raadt het al, dan wordt het donker. De camera kan soms gaan hunten, kan de focus soms niet vinden. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend, terwijl als je dit dus gewoon bij je hebt, kan je gewoon doorgaan met vloggen, je kan jezelf belichten, je kan hem bovenop je camera zetten en dat is gewoon ideaal, want ja, dan controleer je gewoon zelf het licht. Maar ook tijdens het fotograferen denk ik hem wel te kunnen gaan gebruiken. Ik fotografeer namelijk wel regelmatig evenementen en sommige evenementen zijn ook nog in het donker of in een slecht belicht omgeving. En dit is natuurlijk fantastisch om op je camera te zetten en dan gewoon continu licht bij te lichten, zodat je altijd onder controle hebt hoeveel licht je moet geven. Je kan hem uitzetten, je kan hem aanzetten. Je kan de percentage verhogen waardoor die meer licht geeft of juist minder licht. Dat heb je allemaal onder controle. En als je flitst, ja, dan weet je nooit wat eruit komt. Tuurlijk heb je wel ETTL en dat soort dingen, maar ik vind dit, je ziet gewoon gelijk het resultaat en je kan ernaar handelen en dat vind ik gewoon zelf heel fijn. En voordat we overgaan naar de praktische kant van het LED panel wil ik heel even snel met jullie specificaties doornemen, niet te lang, ik beloof het. Maar dit is best wel een indrukwekkend dingetje, want hij heeft namelijk een ingebouwde lithium batterij, accu, en deze gaat zo ongelooflijk lang mee. Je kunt namelijk de sterkte zelf regelen en aan de hand van de sterkte neemt je accuduur toe of af. Daarnaast is de maximale sterkte van dit dingetje 12 watt, wat best wel enorm veel is. Je kunt ook zelf aangeven hoeveel sterkte er uit dit paneltje moet komen. Dat kan in gradatie van 5%. Dus je begint bij 5%, dan kan je naar 10%, naar 15%, 20%, tot en met de max natuurlijk 100%. En ja, 100% wil je eigenlijk niet, want dan ben je echt blown out, overbelicht. Kan je heel weinig mee, tenzij je van een enorme afstand staat. Maar ook dat is natuurlijk hartstikke handig. En ook even over de grootte. Het is eigenlijk de grootte van een telefoon. Je ziet het hoe die in mijn hand ligt. Je zou er zo mee kunnen bellen. En ja, dat is wel heel prettig. En omdat hij dus zo klein is, kan je hem eigenlijk ook overal stoppen. Je zal hem niet zien in een video of in een foto. En dat maakt hem heel krachtig. Je kan hem overal kwijt. Je kan er heel creatief mee omgaan. Waar ze ook goed over na hebben gedacht is, ze hebben ingezien dat de accu zo enorm groot is. En zoveel capaciteit biedt. Dat ze hebben gezegd van joh,
We maken er ook een powerbank van. Dus je kan in principe, hieronder zijn allemaal USB-porten, kan je je bijvoorbeeld je iPhone aanhangen en dan kan je gewoon je iPhone opladen. Dat is natuurlijk gewoon geweldig. Het fungeert echt volledig als powerbank. En wat je ook bijvoorbeeld kan doen is als je onderweg bent of op reis, dat je bijvoorbeeld je DJI Mavic controller hieraan hangt, zodat hij weer volledig oplaadt. Natuurlijk gaat de capaciteit van dit paneltje wel naar beneden. Maar goed, dat zijn keuzes die je maakt. Het is dus niet alleen een light panel, maar ook een powerbank. Ook is die super licht. Hij is maar 180 gram en dat is natuurlijk altijd prettig als je al een tas hebt vol met spullen richting de 10 kilo, dan zijn dit soort kleine accessoires natuurlijk altijd prettig om mee te nemen. En onderaan zie je dus 3 USB-poorten en ik zal ze even dichterbij laten zien. Bij 2 USB-poorten staat 5 volt in, 5 volt in en bij de andere staat 5 volt out. Dit is een micro USB-poort, die kan je gebruiken om op te laden. Dit is een USB-C-poort, die kan je ook gebruiken om op te laden. En dit is een mini USB-poort en die kan je gebruiken om als powerbank te fungeren. Dus die moet je gebruiken als je iets anders op wilt laden vanaf deze powerbank. Zo, nu ik alles heb verteld over de specificaties, laat ik jullie even zien hoe het LED-paneltje werkt. Ik ga mijn ringlight even uitzetten en dan ga ik laten zien hoeveel power dat ding nou echt heeft, want dat moet je gewoon zien. Ik kan wel allemaal praten over leuke specificaties, maar als je ziet hoe krachtig die is, dan raak je echt wel overtuigd. Dus ik zet even mijn ringlight uit. Zo, mijn ringlight is nu uit. Ik weet niet eens of ik nu goed gefocust ben. Jullie zien alleen de zijkanten en achterkanten nog, maar ik ga het paneltje aanzetten. En dan ga ik hem op 5% zetten. En dan ga ik op mijn gezicht schijnen en dan zien jullie precies wat het paneltje kan en doet. Dus ik hou mijn arm gestrekt en dit is het resultaat. En als ik hem overpak, dan zie je precies wat het met mijn gezicht doet. Ik zal even vertellen wat de specificaties zijn. Want ik heb hem nu op 5% staan, op 4200 Kelvin. Maar ik zal hem ook even zetten op 50%. En kan je zien wat dat met mijn gezicht doet. Nou, ik moet al een beetje knijpen met mijn ogen, omdat die zo fel is. En dan zal ik hem weer overpakken naar de andere kant. Dit is eigenlijk al echt te fel, ik weet het gewoon zeker. Maar voor testdoeleinden doe ik het toch maar. Oké, en dan doe ik hem nu even op 100%. Nou, 100%, daar gaan we. Ik weet niet eens of jullie mijn gezicht op deze manier gaan zien. Want dat zie ik achteraf wel in de video. Dus dit is 100%. Ik denk dat voor videodoeleinden 5% echt wel mooi is. Dat is al best wel fel. Maar ik zal hem terugzetten op 5%. Ook op de laagste Kelvin die je kan instellen. En dat is 3200 Kelvin. Zodat ik ook de verschillen in temperatuur kan laten zien. Dit is dus 3200 Kelvin. Dit is de laagste Kelvin die je kan krijgen. En als ik hem nu verander naar de hoogste Kelvin die je kan krijgen, dan zal je zien dat het een stuk koeler is in tegenstelling tot het warme van net. Dat is deze. Dit is de hoogste Kelvin die je kan krijgen. En dat ziet er gewoon echt wel heel anders uit. Dus je kan echt gewoon je plaatje precies tunen hoe je dat zelf wilt. Ik heb mijn ringlight weer even aangedaan en nu kan ik ook laten zien hoe de voorkant eruit ziet. Je ziet duidelijk dat het allemaal LED-paneltjes zijn. En je ziet ook dat sommige uitstaan en dat heeft te maken met de kleurtemperatuur. Dus als ik hem verander, dan gaan die anderen ook aan. En zo combineert hij de ledjes samen tot een bepaalde kleur. Maar ik kan ook de achterkant even laten zien, want die vind ik wel echt heel bijzonder. Als je dus kijkt naar de LED display, dan zie je alle informatie die je nodig hebt. Hier is namelijk de accuduur en buiten de accuduur heb je ook de accuduur uitgedrukt in tijd en dat vind ik wel echt zo bijzonder. Je hebt namelijk niet zo heel veel aan al die barretjes. Je wil gewoon zien hoe lang kan ik nog. En je ziet hier, ik kan nog 5,5 uur voordat hij leeg is, maar hij is niet eens vol. Hij is misschien op 80%. En nog steeds kan ik 5,5 uur lopen met dit ding zonder dat hij uitvalt. De middelste is de intensiteit waar hij op staat. Dus hij staat op dit moment op 5%. En 5% is de laagste die je kan krijgen. En de onderste is de kleurtemperatuur, die staat op dit moment op 5600 Kelvin. En aan de zijkant hier zo heb je dus de 3 knoppen die je kan gebruiken om deze instellingen te veranderen. Met de bovenste knop zet je hem aan en uit en je verandert het pijltje. Dus aan de hand daarvan kan je bepalen wat je gaat aanpassen. Dus als ik hem zet op 5% en ik druk de plus, dan gaat die omhoog. Dan wordt de intensiteit groter. En wat je ook ziet is dat de accuduur afneemt.
Kijk, nu heb ik nog maar 1 uur in plaats van 5,5 uur. Nou, die 100% is echt veel en veel te veel, dus die zet ik lekker terug naar 5%. En als ik dus naar de onderste wil, dan doe ik hem weer op de uitknop. En dan verander ik het pijltje naar de kleurtemperatuur. En als ik dan naar beneden druk, dan gaat die weer richting de 3200 of wat je dan ook wilt. Ik vind zelf ja, in het midden wel redelijk mooi, dat is de 2400. En dan zie je ook dat alle ledjes eigenlijk aan zijn, omdat ze gecombineerd zijn. En het spreekt voor zich, als je hem uit wil zetten, dan druk je natuurlijk, hou je de knop ingedrukt en dan gaat hij uit. Wil je een nieuw LED-panel aanschaffen, neem hem dan zeker in overweging. Hij is echt de moeite waard, hij is mooi afgewerkt, mooi metaal. Het displaytje is super handig, je kan zien natuurlijk hoe lang je hem nog kan gebruiken en dat soort dingen. De bediening is makkelijk met maar 3 knoppen. Het gebruik van powerbank is super makkelijk. Het kan je maar van pas komen. Als je wilt dronen en je Mavic controller is toevallig leeg, kan je hem aansluiten en als powerbank gebruiken. En eerlijk gezegd is dat een klein beetje een eigen ervaring, want ik vergeet nogal eens mijn controller op te laden. En verder kan ik alleen maar zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. En laat even in de comments achter of je het een interessante review vond, of je hem zelf hebt gekocht, of je er wat aan hebt. En verder wil ik jullie bedanken voor het kijken en zeg ik tot de volgende keer. Ciao!